Hey allemaal en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag gaan we het hebben over skincare. Ik ga 2 keer per jaar naar Lidl. Omdat de skincare is daar een stuk goedkoper dan hier. Soms zelfs al 5 euro tot zelfs 10 euro per product. Dat is echt wel een hele goede deal. Afgelopen herfstvakantie was ik dus in Rijssel en ik kocht er een aantal dingen. Vooral backups van producten die bijna op zijn. En die hier een stuk duurder kosten. Dus als eerste is dat deze Embryolisse Special Backstage Offer. Waarin, dat is een doosje, waarin dat er een Lip Crème Concentré zit. De welbekende Lip Crème Concentré. En dan de Embryolisse Lotion Micellaire. Deze twee kwamen dus in een pakket voor... Ik heb hier mijn ticketje. Dat was... Waar is het ook alweer... €12,99 en daarin zit een full-size crème, dus 75 ml. En de Embryolisse Micellaire Lotion is 100 ml, dus 2 full-size producten voor amper €12,99. Wat bracht ik ook mee? Dat is de welbekende Bioderma Micellaire Water. Dat is deze. De roze is mijn favoriet, want ja, deze is ook voor de peau sensible et très sèche. Dat heb ik kijk, dus een gevoelige huid en een heel droge huid. Dat was een offre speciaal Lot de Deux. 2 keer 500 ml. En deze kosten... Even kijken... €15,99 voor de twee. Dus dat zijn deze. Deze zijn alle twee 500 ml. Maar dat heb ik waarschijnlijk wel al gezegd. Wat bracht ik nog mee? Dat is de Eau Précieuse Lotion. Dat is ook weer een offre speciaal. Waar je dus 2 producten krijgt eigenlijk voor de prijs van 1. Dat is de Eau Précieuse. Dat kostte mij €14,99 voor deze 2 producten. Daarin zit er 375 ml per fles. En eigenlijk wel grappig, want dat wordt gemaakt in België. In Nazareth. En dat is eigenlijk een heel goed product als je last hebt van meetertjes en puistjes enzovoort. Je doet dat gewoon op een watje en je dept dat op je huid. Ik gebruik dat vooral op mijn kin en op mijn neus. En dat is echt waar een heel, heel, heel goed product. Wat heb ik nog? De Weleda BB Calendula Crème Lavande. Dus de wasgel van Weleda. Dat is iets waar ik Amina altijd mee was. En dat was €7,99 voor de 2. Dat ruikt super lekker. Het is biologisch en goed voor de huid uiteindelijk. Ik bracht ook nog mee deze CeraVe Moisturizing Cream. Normaal komt dat in een grote lompe pot. Maar dat is in een tube. En deze was €7,99. En dat is echt ook een heel goede moisturizer voor de hele droge huid. En ik ben er echt wel fan van. Dat heb ik nog. Dat zijn 3 Bioderma Atoderm Mains et Ongles Ultra Repair Handcreams. Dat is dit. Het kwam in een setje van 3. En deze waren, laat me even kijken, de €4,99 voor de 3. Dus ook weer een mega goede deal. Want ik denk dat je voor eentje bijna evenveel betaalt. Dus dat was dus 2 plus 1 gratis. En ik heb maar €4,99 betaald. Nog handcremes, want handcremes, dat is iets wat ik super veel gebruik. En zeker nu dat herfst, winter is, is dat iets ja, waar dat ik niet zonder kan. Dat zit ook altijd in mijn handtas. En ik heb ook hele voedende handcremes nodig. Dus koos ik voor deze Eucerin Urea Repair Plus met 5% urea. En dat was -50% op je tweede crème. En voor deze betaal ik €6,99 voor de 2. Dat is waarschijnlijk heel snel erdoor gaan. Maar ja, ik gebruik het dan ook verschillende keer per dag. Wat heb ik nog? Dat is deze Nuxe Rêve de Miel Stick à Lèvres lippenbalsem. Maar met de welbekende Nuxe. Geur, smaak, een beetje die honingsmaak. Deze zijn 2 plus 1 gratis. En deze waren €5,99 voor dit. De tandpasta, de Paradontax 2 voor €6,99. Dit. En dan nog voor Amina, deze Elmex Dentifrice Enfant. 2 tubes ook voor €4,69. Dus al die producten zijn een stuk goedkoper dan dat je ze hier zou kopen. Meestal ook in de duopacks. Inkopen, 1 gratis.
De winkel waar ik het meestal ga halen, of waar ik er altijd naartoe ga, is deze Botanical Pharmacies. Dat is, als je van het station naar de stad loopt, heb je aan de linkerkant van de straat een hele grote apotheek, de Botanical Pharmacie uiteraard. En deze heeft echt immens veel producten met immens veel offers of acties gaande. Ze zijn er ook super vriendelijk. Er werkt ook heel veel personeel. Je kan er al de merken die je maar kan bedenken, vind je er. Ook Caudalie en Lirac en zo vind je er ook. Ook meer onbekende merken. Ze hebben ook een mega gamma aan zonneproducten, babyproducten. Ja, echt een apotheek, maar dan een mega grote voor alles aan kleine prijsjes. Ik ga weer voor een hele tijd ver en ik plan om in april terug te gaan. Tegen dan zal er wel al een deel van deze producten opgebruikt zijn. En dan geef ik jullie uiteraard dan een nieuwe update of een nieuwe shoplog. Dan zou ik vragen om te liken, abonneren, duimpjes inschakelen. Nee, duimpjes omhoog en meldingen inschakelen. Dan missen jullie geen enkel van mijn filmpje. En dan zie ik jullie binnenkort terug. Doei!